van Schiedam. Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Goedendag. En wat vindt u van de koningin? Ik vind haar echt een hele mooie vrouw. Een hele statige vrouw. En ze wordt steeds mooier met de jaren. Ik ben wel trots op haar als koningin van het land. Ja. En ik heb speciaal vandaag een oranje mondkapje op. Ja, ik moet zeggen dat ik er niet echt een hele sterke mening over heb. Ik denk wel dat het symbolisch nog wel op zich een mooie waarde heeft. Ik denk overigens wel, dat schoot me nog wel te binnen, dat het wel dat ze wel te veel verdienen voor wat ik zou. Er gaat zoveel geld naartoe. En ik denk voor de rol die ze inmiddels hebben, wat in mijn beleving meer symbolisch is, dat ze niet zoveel zouden hoeven te verdienen. Dus ja, als je het mij vraagt, is het misschien belangrijk voor, ik weet wel dat ze veel afspraken hebben in het buitenland en veel symbolisch wel werk verrichten. Maar ja, tegenwoordig wordt de regering is natuurlijk een stuk belangrijker bij ons en ze regeren niet meer echt. Dus wat mij betreft zouden ze niet zoveel geld moeten verdienen. Ik begrijp helemaal niet waarom ook zelfs de kinderen zoveel geld zouden moeten verdienen. Dus ja, in die zin... Goed dat het er is en het is prima als het er blijft, symbolisch, maar er hoeft niet zoveel geld naar als je mij vraagt. Wat vind ik van de koningin? Ik vind eigenlijk niet zoveel van haar. Ik vind dat het allemaal een beetje onzin is, het Koningshuis. 2021 is het en nou mag voor mij allemaal wel weg eigenlijk. Ik vind het een heel aardig mens. Ik vind trouwens de hele familie aardig, buiten de financiële toestanden. Het gaat om de mensen zelf, hè? Nou, dat vind ik, ik vind het een heel leuk gezin. Ja, heel leuke vrouw. Ze brengt heel veel goeds voor Nederland, denk ik. Ja, heel statige, inderdaad, mooie vrouw. Dat Amalia te veel verdient voor haar leeftijd. Ja, ik denk dat het, ik denk het wel. Ze heeft nog niet echt iets, ze is daar toevallig geboren, maar ik denk dat het een beetje juist iets is dat het ook belangrijk is om te laten zien van juist om hard te werken, zo verdien je geld. En zij is gewoon geboren als een soort rijk geboren. En ik denk dat is wat mij betreft niet nodig. De koning nog steeds is omdat hij de banden tussen andere landen verbetert. Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat dat vooral symbolisch is. En ik denk dat het geld wat nu in het Koningshuis zit, dat kan ook geïnvesteerd worden in dingen die echt de banden met onderling verbeteren, zeg maar. En hebben jullie nog een verjaardag gewenst voor haar? Lieve Maxima, we wensen je echt het allerbeste. Je hebt een prachtige leeftijd behaald, 50. En we hopen dat je nog lang ons land met veel genot mag regeren. Gefeliciteerd, hyper de piep. Hoera! Hoera!